Hi, Melanie hier en in deze video wil ik graag iets meer uitleggen over wat nou de beste manier is om eigenlijk yoga aan te kunnen leren en een gewoonte te kunnen maken. Die vraag wordt ons vaak gesteld en ik begrijp heel goed dat het best wel lastig is dat als je jouw dagelijkse practice ietsjes wilt gaan intensiveren, dat het dan heel erg moeilijk is om iedere dag naar een yogastudio te gaan op een bepaalde tijd, omdat ja ook niet jouw, misschien jouw vorm die het beste bij je past, of de tijd die het beste bij je past, ook op dat moment met de yogastudio matcht. En daarom geven wij eigenlijk altijd aan dat het heel erg fijn kan zijn om in ieder geval online bezig te zijn met je dagelijkse practice, omdat je dat eigenlijk aan kan zetten op ieder moment dat voor jou het beste uitkomt en de lengtes die voor jou het beste uitkomen. Maar dat het ook zeker aan te raden is om dan, nou ja, zeg minimaal één keer in de week ook eens een yoga studio of een workshop of wat dan ook te volgen, om ook offline hier mee bezig te zijn. En dat heeft zijn voordelen, omdat je dan tegelijkertijd met like-minded people bent. Dus mensen die ook heel erg bezig zijn met yoga en waarbij je lekker gewoon kunt kletsen over yoga, maar tegelijkertijd ook vragen kunt stellen, ook aan de docent. En als je lessen volgt offline, dan kan het ook zijn dat die docent jou hier en daar helpt om nog meer uit de houding te halen of eventueel aan te passen, zodat je het zo veilig mogelijk doet. Dus enerzijds zou ik zeker zeggen, pak je online practice erbij, zodat je iedere dag lekker de mat op kunt stappen. Maar zorg er ook voor dat je nog regelmatig offline een studio of een evenement bezoekt, zodat je lekker die combinatie en je eigen practice nog daarbij kunt verdiepen. Goed, ik hoop dat je hier iets mee kunt. En ik zie je graag weer in de volgende video. Doei doei!